Welkom terug. Laatste sessie van de dag. Ik heb hier naast mij Philip Houtman, onze resident art director bij Typographics. Welkom, Philip. Dank u wel. Mijn eerste boost, hè, Michael? Ja, inderdaad. Ja. Het is er niet aan te zien. Hè. Je bent helemaal relaxed. Ja, min of meer, min of meer. Oké. Goed, nu, we hebben nu voor een speciale reden naar hier gehaald. Hè, aansluitend bij onze AI-sessie van daarnet. Jij stond eigenlijk samen met collega Jens aan, aan het roer van onze allereerste in-house AI-campagne voor een klant. Klopt. En daar ga jij ons een beetje inzicht in geven momenteel. Ja, dat is waar. Misschien ga ik eerst nog iets over mezelf vertellen. Zeker. Dus ik ben Flip. Ik werk al 2 jaar ongeveer bij Typographics. Ik heb een agency verleden, bij een aantal agencies in het Gentse gewerkt, ook als art director. Dus ik ken het reilen en het zeilen wel in de creatieve sector. En bij Typographics ben ik ook verantwoordelijk voor conceptvorming en eigenlijk vormgeving, projecten van A tot Z. Oké. Goed, nu over naar Vlam. Ik ben blij dat je nog zo geen een hovering art director bent. Ja, of een ChatGPT art director. Nee. Ja, past op. Goed, dus ons project van streekproduct.be, dat is eigenlijk een onderdeel van Vlam. Vlam is het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing. Okay. Dus dat is een hele mond vol. Dus zij zijn naar ons gekomen voor een pitch. Hey, we hadden voor Vlam al een paar projecten gedaan in het verleden. En daarmee hebben ze ons ook aangeschreven om eens mee na te denken en om een creatieve campagne te gaan voorstellen. Waarbij dat ze streekproducten eigenlijk bij een breed publiek willen naar voren brengen. Ja. Dat ging een 3-jarige campagne zijn. Die campagne is voor Vlaanderen, want het is Vlaams. Mm-hmm. En eigenlijk is de bedoeling dat ze hun streekproducten willen promoten als eetbaar erfgoed. Nee, dus dat was ook een insteek van onze campagne, waar ik later ga over mee vertellen. Dus streekproducten, wat is dat? Bedrijven kunnen hun label aanvragen, hun streekproductenlabel. Dan worden ze opgenomen in promotiecampagnes voor streekproducten zelf. Ondertussen zijn er een 250-tal streekproducten. En dat blijft groeien. Dat gaat van mattetaarten tot pensen tot bepaalde biersoorten. We zitten in Gent. De neuzekes. De neuzekes. Schrijf me van de neuzekes, Michael. Oké. Ja. Alright. Ik hoor eetbaar, ik hoor erfgoed. Ja, inderdaad. Dus streekproducten, eetbaar erfgoed. Het idee achter onze campagne is eigenlijk dat we het eetbaar erfgoed, zoals zij het ook omschrijven, gaan gebruiken. Eetbaar erfgoed, meestal denkt u daaraan architectuur of kunst. Ja. Dus daar is eigenlijk ook ons idee uit... UNESCO-erfgoed. Ja, bijvoorbeeld. Daar is ook ons idee uit voortgegroeid. We gaan eigenlijk het eten, de streekproducten, gaan voorstellen als... een soort kunstwerk. Okay. We gaan dat zo onder de aandacht brengen. En dat gaan we koppelen eigenlijk aan Belgische kunstenaars. Dus dat was ons idee. Okay. We hebben daar drie soort voorstellen of concepten daarmee gedaan. En ze hebben gekozen voor het artificiële intelligentie gedeelte. Bij Typographics waren daar toen ook heel hard mee bezig. Dus daaruit is dat idee eigenlijk ontsprongen. Toentertijd waren we bezig in werkgroepen van welke tools zijn er ondertussen. Mm-hmm. Hoe gaan wij dat aanpakken in de toekomst? Wat zijn de mogelijkheden binnen ons vakgebied? We hebben daar Midjourney voor getest, DALI, maar ook nog andere. Firefly, daar was nog geen sprake van. Ondertussen is er ook al veel, veel gebeurd. Want uiteindelijk, dit project hebben we begin 2023 aangepakt. Dus we zijn nu een jaar later. Dus er is al heel veel veranderd. Heel veel veranderd. Ja. Inderdaad. Goed. Dus we gaan terug in de tijd met onze campagne, maar we zijn mee met onze tijd. Mee met de tijd. Okay, klopt. Dubbel. Goed. Dat klinkt inderdaad als een serieuze uitdaging natuurlijk. Mm-hmm. Kunst, cultuur, dat is iets dat een hoog aanzien heeft natuurlijk. Een lange geschiedenis en traditie. Mm-hmm. En dat dan met eten gaan combineren, wat waren zo... uitdagingen? Wel, we hadden ons contactpersoon Jo bij streekproducten, die was blijkbaar enorm hard gefascineerd door kunst. Ja.
Dat ook. Dus wij kregen ons lijstje van, met kunstenaars en de streekproducten die we in die stijl moesten zetten. Dat was heel specifiek. Er waren ook kunstenaars bij waar ik nog nooit zelf van gehoord heb. Ja. Dus dat was wel een uitdaging, hè, om echt die specifieke stijlen van die kunstenaars in die streekproducten te gaan krijgen. Dat is toch maar schilderen? Ja, dat is niet zo evident. Want daarvoor zijn we dankbaar voor AI. Zonder AI hadden we dit concept niet kunnen voorstellen. Nou, kan dus, ik me voorstellen. Ja, dat is zo specifiek. Een Ravel bijvoorbeeld. Ja, die is zo een specifieke stijl. Of een Ensor. Ja, dus ja. Dat is dan weer iets volledig anders. Ja. Dus ja, dat was een uitdaging. Toen we het lijstje kregen en we zochten dan de kunstwerken op, dan dachten we wel van, alright, dit is heel leuk, maar het gaat een pittige worden. Dat wisten we sowieso al. Goed, dus ja, dat was eigenlijk de grootste uitdaging. Hoe gaan we ons kunstwerk echt in de stijl krijgen van de En nog een beetje een extra druk, omdat die mens een kenner was. Zeker en vast. Okay. Gelijk op de slide dat we nu zien, dat waren zo'n beetje voorbeelden van de verschillende stijlen waar dat we naartoe moesten gaan. Okay. Dus dat is een allegaartje, van heel gedetailleerd tot redelijk minimalistisch of echt grafisch beeldend. De Vlaamse klassiekers, die vier verschillende verfsoorten en zo. Poeh. Ja, ja. Okay, ja. Dan heb je wel een AI-schilder nodig, natuurlijk. Dus we hebben dat aangepakt. Onze eerste stap is eigenlijk te gaan vergelijken tussen Dali en Midjourney. Okay. En zoals we hier bijvoorbeeld zien, Dali, bij onze eerste test, dit was nu een voorbeeld van Ensor met zijn sprotjes. Dan kregen we wel een redelijk mooi beeld op zich bij Dali. Maar als we dan de vergelijking maakten, zoals je op de volgende slide ziet, bij Midjourney, we kregen daar wel direct zo meer dat gevoel in van de kunstenaar. Okay. Los van, is het nu een sprotje of niet? Maar dat was het belangrijkste. Het onderwerp, dat gingen we zeker kunnen afbeelden. Daar zat onze vraag niet zo, maar wel die specifieke schilderstijl. Ja. En dan merkten we snel, als we met Dali gingen experimenteren, dat daar die moeilijkheid ging inzitten. We kregen dat nooit goed. We kregen mooie beelden, maar dat ging niet Het was niet specifiek. Zijn stijl. Hè? Nee. Nou, eigenlijk voor een onwetend publiek zou je nog kunnen denken van, als ze maar een beetje verschillen, maar je zit natuurlijk met die klant die weet van, dat is geen Ensor. Ja, want ik weet nog de eerste keer dat we het voorstelden. Ja. We hadden voor elk streekproduct, het waren er 8, dacht ik, al een mooi beeld. Mm-hmm. En dan kreeg je de feedback van, toch de penseelstroken zijn toch nog anders en de kleurtjes. Maar dat wij dachten van, oké, we zitten wel goed. Goed gedaan, jongens. Maar het moet perfect zijn, hè. Zo simpel is het. Ja, de klant is koning natuurlijk. Ja, sowieso. En maar juist is juist. Ja, en voor ons ook, om er eer van te halen. Ja, uiteraard. Ja. Dus die Midjourney, daar vonden we echt wel meteen onze hoestingen. En we vonden er ook heel gedocumenteerde onderbouwingen voor. Zijn we daarmee vertrokken. Okay. Ja, onze bevindingen. Er zijn verschillende manieren om te prompten. Midjourney dan specifiek, omdat we daarmee verder gegaan zijn. We hebben een verschil gemaakt. We hebben een image prompt. We hebben een gewone tekst prompt. En dan de blend hebben we gebruikt. Okay. Dus bij die image prompt. Dat ga je een keer even mogen. Ja, dat ga ik zeker en vast doen. Bij die image prompt, tekst prompt, daar ga je eigenlijk beschrijven wat je wilt. We willen een schilderij van sprotjes van een James Ensor. Dus dat is redelijk gemakkelijk. Wat dat erachter komt, dat zijn de parameters. En die zijn eigenlijk wel belangrijk om tot een goed beeld te komen, of tot het beeld wat je wilt. Zoals bijvoorbeeld, je hebt je aspect ratio. Dus dat bepaalt eigenlijk welke verhouding heeft je beeld. Je kunt dat 16:9 maken. Standaard is het 1:1, dus een vierkantje. Maar daarmee kun je gaan spelen. Dus we hebben vooral gekozen om liggende beelden te maken, want die ook meer zich leunen aan ons uiteindelijk product, om in de schilderijen gaat zitten. Ja. Dan heb je ook de stylize. Dat is een heel belangrijke. Dat gaat eigenlijk bepalen, je typt je prompt in een schilderij van sprotjes door James Ensor. Hoe nauw gaat hij zich aan je tekstprompt houden? De output standaard staat op 57, dacht ik.
Dat gaat van 0 tot 1000. Ga je naar 0, dan gaat hij zich heel eng naar je tekstprompt gaan halen. Geef je dat wat meer, 1000 bijvoorbeeld, maximum, dan gaat hij daar niet zo nauw mee omspringen en gaat er meer stijlverschil in je prompt zitten. En wat wil het dan concreet zeggen? Hij gaat kijken naar wat dat hij weet van Ensor? Of data de beschrijving van Ensor in gebruiken? Je prompt. Ja? Ja, dus... En nauwer zich daaraan houden dan dat je... Ja, ja want sowieso ook in onze tekstprompt, dat is niet... Nu zeg ik het heel simplistisch van, geef eens een schilderij van... maar dat komt er ook bij. Op een bepaald moment hadden we geen goed resultaat. Dan zijn we ook echt de stijl gaan beschrijven. Articulated brushstrokes in die kleuren, surrealisme. Dus dat zijn ook nog zaken die erbij komen. En eigenlijk, Hans die som, komen we dan tot het resultaat dat we wouden. Maar dat is heel simplistisch uitgelegd. Op het einde gaat er nog een schone resume staan. En dan de image prompt. Daarbij ga je eigenlijk zeggen, je laat een afbeelding op in Midjourney. En dan ga je zeggen, die afbeelding toont dan een keer als een schilderij van een Ensor terug. En dan kun je die parameters er ook aan toevoegen. Dus dan gaat hij eigenlijk dat beeld als referentie gaan gebruiken om een beeld te genereren. En die blend tool, dan kun je eigenlijk 2 tot 5 beelden samengooien tot 1 nieuw beeld. Zonder dat je daar nog een extra tekstprompt aan kunt toekennen. Dus dat is eigenlijk een beetje gokken. We hebben daar niet echt superveel resultaten mee gehad. De image prompts wel, die gaven wel bijvoorbeeld voor Ensor hebben we die sprotjes. Dus we hadden sprotjes gegenereerd en de klant zei, maar hij heeft typische schelpen in zijn werken, of in bepaalde werken. Dan hebben we effectief zo'n schelp, een image as a painting by Ensor. Dat heeft hij goed gegenereerd en dan zijn we eigenlijk die beginnen combineren. Dan in Photoshop nadien, want het is geen alleen AI-werk. Maar die zijn beginnen combineren en zo zijn we eigenlijk tot die beelden gekomen. Klinkt als werken. Ja, inderdaad. Wat ook nog een belangrijke is, is eigenlijk de versie van Midjourney, hebben we gemerkt. Elke versie heeft zo zijn perks. Toen zaten we aan de versie 5, nu is het de 5.2 ondertussen. Dat is 6 jaar ook. Ja, inderdaad. Ook. En je hebt ook nog de Niji. De versie Niji, en dat is eigenlijk een, die gaat uw beeld benaderen als zijnde het een manga, animatie, illustratieve stijl. Dus dat is ook een leuke, dat is een samenwerking van Midjourney met nog een andere partij. En die genereert specifiek beelden in die stijl, dus dat is ook een leuke om een keer te testen. Nu voor ons uiteindelijk, we hebben die getest en dat gaf niet het juiste resultaat, maar ik geef het maar mee voor, er zijn zoveel dingen in Midjourney. Als je maar een keer gaat kijken op docs.midjourney.com, dat is eigenlijk een ganse database van alle mogelijke parameters en hoe dat geprompt. Bijvoorbeeld de --no. Dat wil eigenlijk zeggen, dan kun je een image prompt hebben en dan op het einde voer je er --no, no fruit bijvoorbeeld. En dan gaat die zeker geen fruit in je prompt genereren, bijvoorbeeld. Het zijn allemaal zo van die kleine dingetjes. Door bepaalde zaken zijn we achteraf maar te weten gekomen. Dan was zoiets aan van, hadden we dat misschien al kunnen toepassen. Maar het is varieerd. Het gaat zodanig snel. Ik heb ook een paar uurtjes plezier gehad voor die gorilla's te gaan genereren. Ja, inderdaad. Sommige zijn echt hit, maar de vele zijn hit en mis. En het verschil is ook, het werken, als je een beeld genereert, iedereen kan mooie beelden maken. Daar gaat het niet om in Midjourney. Je kunt dus gewoon een prompt typen en je gaat zeker een mooi beeld krijgen. Ja, sowieso. Maar als je zo specifiek naar iets moet toewerken, is het... dan zijn er niet mee een paar prompts. Ik worstel heel hard met mijn camera-angles kiezen en dergelijke. Bijvoorbeeld ook poses en zo. Ja. Dus als je zegt, die gorilla ook weer bijvoorbeeld, van ik wil dat hij dit doet of dat doet, dan krijg je soms heel vreemde resultaten. Je hebt zo'n lijst van keywords dat je kunt gebruiken. Ja. Bijvoorbeeld bij portretfotografie. Je kunt ook bijvoorbeeld Pulitzer Prize Award-winning photography, van die zaken. Je moet er maar opkomen terwijl dat geprompt uiteindelijk. Dat soort ding. Er is veel online te vinden. De volgende slide, zoals jullie kunnen zien, dat is eigenlijk ons proces waar we doorgewandeld zijn. Dus we zijn begonnen met artificial intelligence, Midjourney. Photoshop in de mix. En Photoshop in de mix. Soms een keer ChatGPT ook. Side note.
Gewoon puur als we iets niet wisten van hoe zou ChatGPT dat omschrijven. Dus ja. Allee, dat is ook wel een handige tool als je het even niet goed weet en je komt niet tot het resultaat. Als je dan primed voor Midjourney. Dat is maar schijnt zeer interessant in de GPT 4.0 die met DALI gekoppeld is. Ja, kun je in gewone lekentaal praten met ChatGPT. Ja. En die gaat dat voor u naar goede resultaten blijkbaar wel gaan omzetten. Ja, wel, het is dat ook. We zijn nu net de eerste hand aan het leggen aan de tweede jaargang, de tweede van de drie. Ja. Dus ja, het kan zijn dat ons proces weer volledig anders is ondertussen. Okay. Ik denk dat we met Midjourney gaan beginnen, maar we gaan zeker ook terug DALI eens testen. En wie weet Firefly. Dus ja. Dus waar was ik? Midjourney en Photoshop. Ja. Dus we hebben soms gegenereerde beelden daar stukjes uitgenomen en samengezet. Of wat kleurcorrectie. Nou, dat was evident, dat moesten we altijd doen. Ja, inderdaad. In Dimension heb ik dan de kaders gerenderd. Van de kunstwerken. Geplaatst. Ja. En dan uiteindelijk voor onze print ads en onze socials zijn die in InDesign allemaal samengezet. Good old InDesign. Ja, tuurlijk. Ja, de traditionele programma's of software, daar kunnen die rond uiteindelijk. Ja, uiteraard. Midjourney is ook een tool. Het gaat geen kant-en-klare producten leveren, of momenteel toch nog niet, maar ik denk dat dat ook nooit zo zal zijn. Allee, nooit is veel gezegd. Maar goed, in InDesign hebben we alles samengegooid. De slogan erop, eetbaar erfgoed, altijd gesmaakt. Dat was zo onze, die altijd gesmaakt van ja, eten, gelijk witloof. Allee, witloof is misschien nu een uitzondering, ik mag het wel, maar velen, zeker kinderen niet, merk ik thuis ook. Maar bijvoorbeeld de bûche coco en dergelijke, ja, dat weet iedereen wel te smaken, denk ik. Alright. We zullen eens doorlopen wat we eigenlijk... zien wat dat daar allemaal uit voortgekomen is. Yes. Dat was onze raveel, de peperkoek. Deze was eigenlijk puur gegenereerd. Het enige wat we nadien gedaan hebben, is nog kleurcorrectie. Maar daar is eigenlijk weinig aan veranderd, wat er eigenlijk uit Midjourney gekomen is. Peppercook. Peppercook, ja, inderdaad. Goed dat je het zegt. Dit was een moeilijke om te genereren, want ja, peppercook, dat is eigenlijk zo wat de moeilijkheid ook bij de Midjourney. Ja, bepaalde zaken kent hij niet. Nee. Hey, het is Engelstalig. Dus... Cinnamon bread. Ja, of gingerbread. Gingerbread. Maar ja, dan kregen we zo... Ja, ik ken typische gingerbread man, maar dan kregen we een ja, zo'n soort peperkoek, zoals je vaak in de winkel ziet, maar met dan zo'n funny gezichtje op, bijvoorbeeld. Ja, hij maakte daar rare dingen van. Nu, dat zou gemakkelijk te verwijderen zijn in Photoshop, natuurlijk. Mm-hmm. Maar allee, we wilden toch zoveel mogelijk in Midjourney het juiste resultaat al genereren. Okay. De Bush Coco, okay. Die was eigenlijk onze eerste klaar. Die was heel, heel snel klaar. Het enige wat we gedaan hebben, is kleurcorrectie op de uiteindes, de kleurtjes dat je ziet. Voor deze hadden we ook nog de variatie Cuberdons. Maar Cuberdons, terug met die taalbarrière nog, dat kregen we moeilijk gegenereerd. Helaas zit hij dit jaar terug in. Dus we gaan het wel op een of andere manier moeten oplossen. We zullen een foto trekken. Ja, en inderdaad. En dan een beetje filterkens opgooien. Ja, inderdaad. Okay. Onze matte taart. Nee, dit is de enige dat we niet volledig met AI hebben kunnen doen. Eerlijkheid gebiedt me dat te zeggen. Waarom? Dus matte taart herkende hij niet. Je kunt wel beschrijven van een pastry with waves en de brown top of zo van die zaken. Okay. Maar nee. Dus uiteindelijk, zelfs met een image prompt, dat we gezegd hebben, een pure foto van een matte taart, pastry, blablabla. Dat ging geen resultaat geven. En vormden al altijd. Of dat... Ja, heel raar. Dus goed, we hebben dat in Photoshop opgelost. De setting volledig is wel AI, maar het gebakje zelf is in Photoshop met effecten en dergelijke nagebootst. Kan hè? De reflectie is wel goed gedaan. Dank u. Onze HESP, dat was ook een die straightforward was. Ja, daar hebben we eigenlijk weinig aan moeten knutselen. Mm-hmm. Juist het stukje vet in het midden, daar hebben we zo wat bij
hoe zou ik zeggen, bijgetekend en uit een andere beeld erbij gebracht. Hè. Maar die was eigenlijk ook relatief snel klaar. Ik spreek in relatief, want het aantal prompts die erin gekropen zijn, is wel enorm. Ik ben benieuwd. Ja. Dan deze, dat is het bier. Nee, dus ook volledig AI gegenereerd, enkel de worstjes. Dat was zo'n side note, omdat er ook worsten eventueel bij zaten. Dus hebben we daar gewoon in geïmplementeerd. Dat is een apart beeldje dat gerenderd was. En dan ook gemonteerd in, in Photoshop. Klopt. Ja. En deze was grappig. We hebben heel veel renders, prompts moeten doen, gewoon omdat die handjes... zoals nog altijd, er was veel issues mee. Het, zal nu, allee, het is nu wel beter, maar nog altijd... Je hebt het daar straks gezien met de freaky gorilla hands. Inderdaad. Dus inderdaad. Dat is iets wat dat, dat zal er wel uitgroeien, maar ja, het is nog geen evident. Of zo af en toe een keer een hand dat zo over de schouder ligt, dat uit het niets komt. Okay. Dus dat hoort erbij. Nice. Okay. Onze jenever, dat zijn ook twee gegenereerde beelden. De fles hadden we uit een beeld gehaald, die mooi en hoe dat ook is, gegenereerd is. En dan hebben we dat op een beeld geplaatst met de setting rond de druivekes en dergelijke. Plus ook, je moet wat kijken, de glazen is uit die een tijdsgeest ook. Dat is iets dat erbij komt. Mm-hmm. Een typisch glas van nu is misschien niet een glas van toen. Ja, uiteraard. Want bepaalde streekproducten misschien ook nog eens te vermelden, die gaan echt al mee van de 19e eeuw bijvoorbeeld. Hè. Dus je moet ook zo wat in de tijdsgeest plaatsen van wanneer dat zou kunnen geschilderd zijn. Ja, oké. Okay. Dat is wel mooi gelukt ook, hè? Ja. Ja. En dan ons witloof. De chicons. Ja. Dus deze is gemaakt met die een blend. Dus dat is het enige waar we een goed resultaat mee hadden. Waar we dan moeite hadden met die tekstprompt. Ook gewoon puur dat witloof is ook terug moeilijk te vertalen. Je kunt endive of zo. Maar dan genereerde, endive is niet hetzelfde als witloof. Hè, maar witloof herkent hij niet, dus je kunt daarvan vertrekken wel. Daar zit een fout, dacht ik. Ja, dus we hebben eigenlijk een stijl en dan een beeld daarbij geplaatst, zodat we dit resultaat gingen krijgen. En dan nog wat kleur gecorrigeerd, uiteraard. Vind ik een heel mooie, deze persoon. Ook qua stijl. Mooi. En dan komt onze Sean nog een keer op de proppen met zijn filmpje. De pièce de résistance ook hier. De sprotjes. De sprots. En daar zie je dan ook die schelpen die we erbij gehaald hebben. Ja. Right, en hier zien we effectief ook het schilderij in een 3D-ruimte met animatie erop. Uh-huh. Ik heb gehoord dat dat redelijk wat rendertijd in beslag heeft genomen. Niet waar, Sean? Ja, ik geloof, wat was het, 13 uur of zo? Ja, het was heel veel. Ja. Maar hij zit met zijn hoofdtelefoon aandachtig mee te luisteren. Dus dit symboliseert ook een beetje... De klant had een idee van een tijdlijn. Mm-hmm. Dat had ik daar juist vergeten te zeggen. Maar we zouden dan niet echt zitten om puur een tijdlijn te gaan plaatsen op advertenties of iets dergelijks. Mm-hmm. Dus we hadden eigenlijk die tijdlijn meer symbolisch te gaan benaderen. Hey, ja, wel. Kunstwerken gaan doorheen de tijd. Inderdaad, inderdaad. Dat is een betere metafoor. Ja, lijkt me. En ook als je in een museum komt. Het werkt ook gewoon, het concept. Ja, ja, ja. Het is ijzersterk, hè? De streek en de kunstenaar uit die streek. Mm-hmm. Ja. Dus, en als je dan die filmpjes na elkaar zet, dan wandelde eigenlijk doorheen de tijd. Dat was het opzet. Nice. Nu als afsluiter heb ik het nog eens samengevat. Ze hebben daar 29 dagen aan gewerkt in totaal. Zoals je ziet, 3530 prompt. Dus dat is heel, heel veel. Daar zit ook bij upscales en dergelijke. Dus eigenlijk een gekozen beeld gaan upscalen, zodanig dat je het effectief kan gebruiken voor drukwerk en dergelijke. Want uw output, uiteindelijk is het een schermbeeld. Dus we gaan het dan nog upscalen en dergelijke. Ja. Nu, Midjourney heeft wel zo een aantal duizend pixels, maar hier waren abribussen en affiches en het was ook een nationale campagne, zeker. Of toch wel Vlaams, hè. Ja, inderdaad. Ja. En we hebben daar met drie designers aan gewerkt. Jens,
mijn collega AI, ja, hoe zou ik zeggen, docent ondertussen ook. Win. Ja, inderdaad. En ja, samen hebben we daar 29 dagen aan gespendeerd. Okay. Min de animatie. Dus ja, we hebben veel, veel, veel ontdekt. Ja. En dan uiteraard nog Sean, hè, voor dan uiteindelijk ja, zonder de rendertijd was dat waarschijnlijk 8 dagen of zo geweest. Maar dat zou ik niet durven zeggen. Alright. Dat zou ik niet durven zeggen. Nee, nee. Maar het is een indrukwekkend proces eigenlijk, als je het zo hoort, ja, natuurlijk. Maar het was interessant. Wel bekijken, we hebben het echt onze... Ja. Ja, het in de praktijk kunnen testen. Ja. En ja, dat heeft ons heel veel inzicht bezorgd, ja, ook in wat is er nodig om uiteindelijk ja, voor een concreet project, mm-hmm, iets te gaan maken. Ondertussen hebben we het al veel gebruikt, alleen ik zelf ook, voor een keer een achtergrondbeeld, voor een project of, ja, iets wat dan minder duidelijk naar voren komt. En dan, ja, op een paar minuten tijd de perfect beeld. Maar gelijk nu, ja, als dat u een eyecatcher is en, mm-hmm, moet dan perfect juist zijn, ja, voor de klant en voor ons ook, ja, dan zitten daar effectief wel heel lang. Ja, wel, ik vind, nu ik er zo bij nadenk, die een term prompt engineer zo een klein beetje misleiden, want je bent eigenlijk een image engineer. En het is een, ja, beetje een werkproces ook om er te komen. Hè. Ik heb nu niet al die tijd in mijn beelden gestoken, dat jullie hier hebben ingestoken, om echt tot de specifiek. Ja. Ik had het gemak van op een bepaald punt te zeggen, dat is leuk genoeg. Maar ik weet wel, in mijn zoektocht naar die gorilla in een, mm-hmm, keuken, specifieke type keuken, specifieke handelingen aan het verrichten. Ja, 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 sowieso. Evident, een klein woordje kan, ja, al een impact hebben op, ja, uw resultaat. Hè. Inderdaad. En het is zo die een balans vindt tussen welke woorden je gebruiken of welke juist niet. Ja. Dus ja, het is enorm veel testwerk. Right. Ik vind dat je dat wel gedaan hebt, ja, in dit project. Zeker. Het is een mooi project. Ja, het is misschien nog als laatste, het is geen copy-paste manier van werken. Hetgeen, ja, dat, welke prompt dat voor het ene werkt, gaat misschien niet voor het andere werken. Mm-hmm. Hè? De manier van je parameters en dergelijke. Ja. Dus ja, het is altijd wel opnieuw een verrassing, laat ik het zo zeggen. Right. Maar ja, dat maakt het ook natuurlijk boeiender. Ja, zeker en vast. Doorlopen, en ik ben benieuwd, ja, wat dat de volgende editie, welke inzichten ons dat gaat Cuberdons krijgen. Here we come. Ik kom wel een keer langs in de studio. Ja, dat is goed. Oké, goed. Ja, ik denk dat wij hier rond zijn met, ja, jouw case. Merci voor deze voorstelling. Ik vond dat alleszins heel insightful. Zijn er vragen? Jazeker. 29 dagen voor hoeveel producten? Dat waren er 8. 8, ja. Ja. Ja, plus uitwerking naar social media, printcampagnes, ja, voor de morgen en dergelijke. Dus dat zit er ook allemaal, ja, bij. Dus ja, eigenlijk voor die 8 beelden te genereren, heel veel promptwerk, ook nog montagewerk, ja, in Photoshop, kleuraanpassingen. Inderdaad, dan, ja, de verwerking in die schilderijen, in, ja, Dimension, 3D-animatie. Dus eigenlijk, ja, dat totaalpakket. Yes. Ik denk niet dat we hier specifiek weten voor echt het genereren van die beelden, nee, zelf, nee, ja, die 8 hoeveel dagen dat was, nee, of uren. Nee. Maar oké. Goed. 28 uur render, by the way. Sorry? Ja, 28 uur renderen. Kom er kijken bij, ja, de, okay, video. Ja. Voor 1 versie, maar daarna heeft hij dan, ja, getemplate als een pro. Maar ja, zo, daar rekenen we mee in die 29 dagen, want dat is toch iets wat als 's nachts en zo loopt. En allez, doorheen, ja, het. Er is nog een vraagje binnengekomen of dat die beelden dus ook op groot formaat gebruikt kunnen worden. Daar hebben we het eventjes over gehad. Ja. Afhankelijk van de tool, Midjourney kan wel tot een aantal 1000 pixels, ja, gaan. Klopt. Ja, ja, je hebt ook upscalers. Die... Ja, je hebt inderdaad. Maar kan Midjourney stopt die op een bepaald punt met upscalen? Of kunnen die dat blijven vragen? Dat... Maar ik denk dat je 4x kunt gaan, hè, momenteel. Oké. Okay. Ja. Nu, wat ik daar denk ik al van iets van een 3000 of 4000 in een 3-4 aspect ratio, mm-hmm, uit kunnen halen. Ja, in principe voor kunt er wel al mee weg. Ja. Sowieso, ja, gaat ervan uit, ook als je na 2 poster print, ja, daar ga je niet met je neus op staan. Dus je kunt, ja, wel riskeren om, ja, om je kwaliteit iets te laten zakken, natuurlijk. Ja. Maar ik denk wel dat je daar voor dat groot formaat toch nog een beetje voorzichtig mee moet zijn. Ook, ja, ja, ja. Dat je de juiste
upscale technieken gebruikt ook. En ja, desnoods moet er ook nog aan gewerkt worden aan dat beeld op een andere manier. Ja, we hebben dat een tijd met die Topaz AI gedaan. Ja. Dat is een upscaler. Ja, inderdaad. Een plugin voor, ook voor Photoshop bijvoorbeeld. Ja. Ja. Alright. Ik weet niet of er nog vragen binnenlopen, maar dit lijkt het zo'n beetje te zijn. Goed. Voilà. Alle vragen beantwoord. Alle talks gegeven. merci, Philip. Yes, hiervoor. Graag gedaan. Ik moet nog één dingetje meegeven van onze marketing. Een exclusief gegeven. Van 14 tot 16 februari loopt onze Valentijncampagne. En wat houdt dat juist in de Valentijncampagne? Jullie kunnen een speeddate boeken met een van onze designers. Ik bijvoorbeeld? Met Philip bijvoorbeeld. Alle informatie staat veronderstel ik op de website. En ik kijk nu naar Emma die daar staat, die het zelf niet wou komen zeggen. Goed, dus je kunt daar een speeddate boeken. Reminder van 14 tot 16 februari om 15 minuutjes een gesprek met een van onze designers te houden. Right. Goed zo. Alright, dit was de laatste talk. Wij gaan nog eventjes afscheid nemen van jullie. En iedereen gaat erbij komen. Yes. En we gaan ons verplaatsen.